Ik was om Kiza. Goossens. Hoekschop NEC. Erin is Pothuizen. Die gaat ervoor. Oeh, dit was een mogelijkheid voor NEC. Vroeg in de wedstrijd in de derde minuut. Hij stond relatief ongedekt. Wat slim opgesteld. Luiks is te laat. Maar dan is Coutinho nog aan die bal. En dat was nodig ook vanuit Haags perspectief. En dan zie je Karim Soltani. Verhoek aanspeelbaar. Moet nu gebeuren. Maar hij slaat hem over. Dan maar Buis. Buis gaat ervoor. Een schuiver. Droog is hij, maar ook naast. Zomer. Pothuizen. Burgzorg. Het jagen. En dat helpt. Want Burgzorg verslikt zich. En moet nu achter Immers aan. Immers heeft de bal, maar vergeet hem ook. Soltani. Oh, eigen doelpunt. Het is 1-0 voor ADO Den Haag. Hij maakt een hele vervelende eigen goal die je echt nooit meer terug wil zien op video of dvd. Druk wordt gezet. ADO profiteert omdat Burgzorg er wat zenuwachtig onder wordt. Immers lijkt een dood spoor te vinden. En dan brengt Soltani de bal in. De stadionspeaker geeft hem ook op diens naam. Maar ik zou toch zeggen, eigen doelpunt, Nuiting. Burgzorg neemt weer te veel tijd. Radomski, drie man om zich heen en is de bal kwijt. Hier is Toornstra. Die gaat ervoor. Toornstra recht op Babels af, maar toch nog een zwabbertje eraan. Waardoor de ervaren Hongaar nog een beetje moeite had met die bal. Toornstra. Dit is Saidi Tiwazonkiza. Heel atletisch gedaan. Oh! Grote kans voor NEC. Helemaal zelf gecreëerd en bijna ook afgemaakt door Saidi en Tiwazonkiza. Buis kan ook koppen. Tweede lijn met Goossens. Bal gaat niet weg. En, oh, een miraculeuze ontsnapping van ADO Den Haag. Buis heeft gewacht en kan nu de lange Milic proberen te bereiken. Dat lukt niet. Verhoek in één keer. 2-0. Wat een goal. Achterloos gemaakt, zeg. Kijk hem gaan. Wat een bal van Wesley Verhoek. Achterloos genomen. Dropkick. Volledig op het verkeerde been staat Babels. En Wesley Verhoek doet net alsof het allemaal zo de bedoeling was. Hoekschop NEC. En dus de koppers weer naar voren. Goossens. Zomer dichtbij, zegt. Twee man zijn nodig. Ami en Coutinho. Davids. Radomski, Davids. Tiwazonkiza. Eindelijk is verlost van zijn twee mannetjes. En daar is de aansluitingstreffer van Ricky ten Voorde. Je voelde het, je wist het, we zeiden het. Het is nog niet gedaan. Ricky ten Voorde na goed werk van Tiwazonkiza. Davids laat het hem doen, die voorzet. En dan laat Ricky ten Voorde zien dat hij een goede spits is. En één kans nodig heeft. Davids. Doorgekopt door Tiwazonkiza. Nu worden duels gewonnen door NEC'ers. En nu het voordeel voor NEC. 31 meter is veel. Maar hij gaat ervoor. En de bal schiet binnen. Oh, 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 ADO Den Haag. 2-2. Goossens. Twee keer geraakt door een ADO-speler. Het laatst door Chris Koem. Coutinho was kansloos. Maar het staat 2-2. En nu? Wat kan er nu nog gebeuren in Den Haag? Nu gaat het aantal overtredingen toenemen. Het aantal kaarten ook. Deze is voor Ami. Sarpong. Oh, ze lopen er binnen. En het is Patrick Pothuizen die het doet. Het is 3-2. Dit is echt niet te geloven. De wedstrijd zat in de tas voor ADO Den Haag. En toch staat er op het scorebord binnen een paar minuten 2-3 voor NEC. Kijk die ontreddering bij de ADO-spelers.
En wat een belangrijke kan dit zijn voor NEC. Want voorafgaand aan dit duel was toch duidelijk dat als NEC zou winnen, dan spelen ze zich veilig. En doen ze dat via uitgerekend routinier Patrick Pothuizen. Het lijkt er verdacht veel op. Ik heb niet de indruk dat ze het geloven aan ADO-kant. Maar kijk eens hoe die stand dan ineens weer verandert. ADO 15e en... Het kan zomaar weer anders zijn natuurlijk. Kijk die ontreddering en die boosheid bij de ADO-supporters. Afgelopen en voorbij. En de frustratie is ongelooflijk groot in Den Haag, maar niet bij NEC. Want NEC speelt zich veilig door een doelpunt van Pothuizen.